Welkom bij de webinar nogmaals. Voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Voor de presentatie van de slechte, late en de lage kaart. Deze heb ik samen met Harm-Jan Benninga gemaakt. Ik ben adviseur bij Equator. Met name gericht op bodemkundige vraagstukken. En gedeeltelijk op agrarische vraagstukken. En Harm-Jan, als jij je even kort wil voorstellen. Ja, ik ben hydroloog bij Witteveen en Bos. De laatste maanden gewerkt aan verschillende onderdelen voor dit NAI onverzadigde zoneproject. En verder onder andere bezig met droogtestudies en daarbij vaak gebruik maken van grondwatermodellen. Als jij hem weer overneemt, Klaas Willem. Ja, dankjewel. We willen graag verder naar de inhoudsopgave. We willen het graag even hebben over de achtergrond van de slechte, late en lage kaart en een beschrijving daarvan, hoe is die tot stand gekomen. En daarna gaan we een aantal voorbeelden laten zien van de slechte, late en lage kaart en van de potentieel slechte, late en lage kaart. En daarna de toepassing. En Harm-Jan heeft een verbeterslag uitgevoerd met Sentinel-data, satellietdata. Die willen we graag even laten zien en... Voor de rest willen we graag vragen en opmerkingen, discussies vooral op het einde van de presentatie doen. Korte vragen kunnen tussendoor. En aan het eind is de vervolgens stappen we naar de afronding. Ja, naar de volgende, Harm-Jan. Ja, het ontwikkelen van de slechte, late en lage kaart is eigenlijk een onderdeel van het grotere project van het project Onverzadigde Zone voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. En de aanleiding eigenlijk daarvan is dat de maatregelen steeds meer gericht zijn op bodem en gewas, op een veranderend landgebruik en op veranderende landbouw. En ja, hierdoor is het eigenlijk steeds belangrijker geworden om die interacties tussen het bodem en water, het plant- en atmosfeersysteem, integraal mee te nemen in de modellering. En met dit project willen we dat dus gaan updaten. En het doel van dit project is om de SWAP, Metaswap en WOFOS data in het kader van de NAI-modellering te actualiseren en reproduceerbaar te maken. Ja? Dit was dus niet het enige onderdeel van dit project. Onder andere was de landgebruikskaart een onderdeel, de update van de verdampingsparameters, meteorologische invoer, invoer van transsol, bodemkenmerken, Metaswap en zoals dit, waar we nu vandaag zijn, de slechte, late en de lage kaart. Ja? Ja, de slechte, late en lage kaart. In principe houdt het in dat het de slechte, late en lage kaart is een verzameling van bestaande en openbare bronnen. Dus eigenlijk is dit gewoon reproduceerbaar en geen nieuwe data. En we hebben hierbij onderscheid gemaakt in slechte, late en lage, waarvan we vrijwel zeker weten dat die slechte, late zijn in de bodem, in het bovenste profiel. En een kaart waar potentieel slechte, late lagen op staan. Waar de kans groot is dat er een slechte, late laag aanwezig is. Ja, de volgende. Deze kaartlaag hebben we dus gemaakt met meerdere bodemkundigen. En deze meerdere bronnen hebben we dus besproken met deze bodemkundigen. Een afweging gemaakt tussen beschikbaarheid, zeg maar online beschikbaarheid, tijd en kwaliteit van de bron. En hierdoor, omdat we bestaande bronnen hebben gebruikt, is er een gedeeltelijke overlap van de BOVAC. Hier moeten we wel gedeeltelijke rekening mee houden. Omdat dit vanuit meerdere bronnen benaderd is, hebben we er niet een KD of een C-waarde aan kunnen hangen. Omdat niet alle beschikbare bronnen bevatten deze hydrologische informatie. We hebben de laag opgeleverd als een shapefile met losse polygonen. En in deze polygonen kun je dus zien wat voor type laag de slechte late lage kaart bevat. En de originele attributentabel is nog steeds aanwezig daarin. Dus die kan nog steeds gebruikt worden voor het onderscheid daarin.
Hier op de slide zien we nou een voorbeeld van de slechte latende laagkaart. Hier zie je bijvoorbeeld de rode vlakken. Dat zijn bijvoorbeeld oude klei in de ondergrond. En dit is een gebied vlakbij de Duitse grens, bij Twente. En daar zien we bijvoorbeeld ook veel keileem, bodemcode KX. Dat zijn de paarse vlakken. Maar ook, we hebben bijvoorbeeld ook grondwater. Grondwatergegevens staan in de potentiële slaglaatlaagkaart. Hier zit bijvoorbeeld ook een profielverloop in. Zoals helemaal aan de linkerkant van de kaart zie je profielverloop 3 en 4, dat lichte groene. Dat duidt erop dat er bijvoorbeeld een zware kleilaag tussen in het profiel zit. Of een zware kleiondergrond in het profiel zit. En er zijn een aantal kleine lettertoevoegingen toegevoegd aan deze laag. En dat duidt bijvoorbeeld ook in dit geval hier op oude klei, T, en keiling, X. Dus dit is een voorbeeld van de slechte laagkaart. Ja, gaan we door naar de volgende. Dan zien we bijvoorbeeld bij de potentieel slechte laagkaart, dat die al hetzelfde gebied al wat meer gevuld is. En hier is dus niet een 100% zekerheid dat er een slechte laag aanwezig is, maar de kans is dus vrij groot. Bodemcode KX en KT hebben we net besproken. En de kleine lettertoevoegingen. Bijvoorbeeld, we zien aan de linkerkant van het kaartje zien we een roze vlak. Daar is de toevoeging F aan de bodemcode. Dat heeft als bron de 51.000 bodemkaart. En hierin staat eigenlijk dat deze plaatselijk ijzerrijk kan zijn. En deze ijzerrijke afzettingen kunnen storend zijn, maar dat is niet per se. Dat is niet met 100% zekerheid te zeggen. En bijvoorbeeld hebben we ook de groene vlakken, grondwatertrap 5 toegevoegd. Hier hebben we een vrij hoge grondwaterstand in de winter, dus een hoge GHG. En een vrij diepe grondwaterstand in de zomer, een vrij lage GHG. En dat kan duiden op een schijngrondwaterspiegel, waardoor de kans dus groot is dat dat komt door een storende laag. En we hebben bijvoorbeeld ook de verdwenen vennen toegevoegd. Dat is een kaartlaag van de provincie Overijssel die oude venbodems in kaart gebracht heeft. Dus dat zijn een aantal bronnen. Dit is een kleine uitsnede van een deel van Nederland. Van de potentieel slechte laagkaart. Ja. De toepassing van de kaart. Dit is eigenlijk het beste om deze toe te passen op gebiedsniveau, waarbij je de input van gebiedskennis hebt. Sommige karteringen en sommige bodemkarteringen kunnen al best een aantal decennia oud zijn, waardoor deze mogelijk niet meer helemaal, niet meer helemaal actueel zijn. Waardoor je met gebiedskennis toch deze goed kunt toepassen als je weet van de kans is groot dat deze lager voorkomt. En zo kun je dit modelleren in je hydrologisch model. En dit is de slechte laagkaart kan een goede aanduiding zijn. Eigenlijk een goede verzameling van alle types voorkomende slechte lagen in de ondergrond. En hier is dus een eigen interpretatie nodig van de hydrologische conductiviteit. Dus dat is goed om te weten dat je dit niet 1 op 1 in je model kunt stoppen, maar dat er wel een enige interpretatie bij nodig van is. Dan wil ik graag het woord geven aan Armian. Ja, dankjewel. Naast het opstellen van de slechte latende laagkaart met de al beschikbare bodemdata, is dus gekeken of er een verbeterslag mogelijk is met satellietdata. En het idee hiervan was om plassen op maaiveld te identificeren uit de satellietdata. En deze zouden dan duiden op plekken met verminderde infiltratie en dus mogelijk ook plekken met slechte latende lagen in de ondergrond. Voor de satellietdata is gebruik gemaakt van Sentinel-1. Een groot voordeel van de Sentinel-1 beelden is dat dit radarbeelden zijn. Ik zal nu niet precies uitleggen wat dat zijn. Dat staat ook verder uitgelegd in de handleiding.
Maar een positief punt hiervan is dat deze beelden niet gehinderd worden door wolken. Dus als er wolken zijn, dan zie je niet de wolken op het satellietbeeld, maar gewoon het landoppervlak wat daaronder zit. En om plassen op maaiveld te identificeren, maken we gebruik van het contrast tussen de terugkaatsing van gewone grond en van water. Dat wordt wat duidelijker misschien met deze plaatjes. Dit geeft de situatie weer met water op maaiveld. En je moet je voorstellen dat de satelliet op dit moment hier ergens zweeft. Nou, die satellieten die sturen een signaal naar de aarde. En ze meten de hoeveelheid terugkaatsing in dezelfde richting. Dus die satelliet die blijft hier hangen, die stuurt een signaal en die meet hoeveel er terugkomt. In het geval van ja, water, dat gedraagt zich dus voor dat signaal als een soort spiegel. Dus het signaal gaat naar de aarde en het wordt teruggekaatst in een andere richting. Daar wordt dus heel weinig terugkaatsing gemeten in deze richting. En dat is anders in het geval van geen water. Dan is er ook terugkaatsing in dezelfde richting. Oftewel, bij water op maaiveld is een lage meetwaarde verwacht en bij andere oppervlaktes een hogere meetwaarde. En dit is wat we gebruiken om het, om het water op maaiveld in beeld te brengen. Er zijn een aantal stappen gevolgd voor het identificeren van de plassen op maaiveld. Ten eerste het downloaden van de beelden en het voorbewerken van de beelden. Dat zijn stap 1 en 2. Hoe dit precies is gedaan staat ook toegelicht in de handleiding. En vervolgens voor het in beeld brengen van de plassen op maaiveld maken we dus gebruik van het contrast tussen de metingen over allerlei landgebruiken en over water. Waarbij een lagere meetwaarde meer waarschijnlijk duidt op water. En voor deze verkenning, voor dit project, hebben we gebruik gemaakt van een eenvoudige methode. Dus eigenlijk een vaste grenswaarde tussen wel of geen water. Die groepen willen we onderscheiden. Daarvoor zijn 3 grenswaardes gebruikt. Ja, die zijn afgeleid uit de beelden. Dat zeggen jullie nu niet zoveel, maar dat staat ook verder toegelicht in de handleiding. Waarbij een lagere meetwaarde dus duidt op water. Dus als een pixel, dit wordt dus per pixel over het satellietbeeld gedaan. Die wordt in deze 3 groepen ingedeeld. Dus of boven de -14, dan is het geen water. Tussen -14 en -16 is het mogelijk water. Tussen -16 en -18 iets meer waarschijnlijk water. En onder de -18 nog meer waarschijnlijk water. En dat wordt per pixel gedaan. Het grote voordeel van satellietdata is dat je gebiedsdekkende resultaten kunt maken. Dit zijn 2 voorbeelden van satellietbeelden. Dus 1 beeld voor 11 september 2022 en 1 beeld voor 15 september 2022. Daarmee, met 1 zo'n beeld kun je dus al een groot deel van Nederland bedekken. En om heel Nederland dan te vatten, zou je meerdere beelden aan elkaar kunnen plakken. Die gaan in deze richting door. Zo. Maar voor dit project hebben we de methode getest op een aantal testgebieden. Namelijk 2 testgebieden. En de volgende criteria waren hiervoor van belang voor het selecteren van deze testgebieden. Er moest het vermoeden zijn van een slecht toelatende laag, maar ook niet in het hele gebied. Een matige oppervlakkige afwatering, omdat voor deze methode de zichtbaarheid van plassen essentieel is. En door oppervlakkige afwatering zou in een korte periode al veel neerslag worden afgevoerd, in plaats van dat het plassen op maaiveld vormt. Qua landgebruik is het voor de methode om plassen in beeld te brengen voordelig. Als er niet al te veel vegetatie is, dus de grond moet gedeeltelijk zichtbaar zijn. Want de vegetatie zorgt voor een soort verstoring van het signaal. En het was praktisch om het binnen 1 Sentinel-1 beeld te hebben. Want anders krijg je dus dat je meerdere beelden aan elkaar moet plakken. Op basis van deze criteria zijn 2 testgebieden geselecteerd.
Ten eerste in Drenthe. Dat gebiedje lag hier, dat is bij Zwichelte. Voor dit gebied in Drenthe was bekend dat er slecht doorlatende lagen aanwezig zijn. En enkele ingesloten laagtes op percelen waar het water zou kunnen blijven staan. En voor deze gebieden in Noord-Brabant en Limburg, deze gebieden zijn ook geselecteerd, omdat er hier informatie over inundatie beschikbaar was vanuit helikoptervluchten. Die zijn gedaan in juni 2016, toen er over het hele gebied, toen er heel veel neerslag was geweest en er inundaties waren plaatsgevonden, is er met helikopters gevlogen en zijn er foto's gemaakt. En op basis hiervan zijn inundaties ingetekend. Dus dat vormt een goede referentie voor deze methode. En qua periode is er gekeken naar een GLG-moment in het jaar met een neerslagpiek van 25 mm of meer. Ten tijde van een GLG-moment is namelijk de verwachting dat als er dan zich plassen vormen, dit inderdaad zou kunnen komen door een slecht doorlatende laag en niet door een hoge mate van verzadiging. Door gewoon heel veel regen. Voor het eerste testgebied in Drenthe geeft dit de potentieel slecht doorlatende lagenkaart aan. Deze zijn dus ruimschoots aanwezig in dit gebied. En hier op deze kaart zijn de oranje, de donkerblauwe en de lichtblauwe vlakken staan op de slecht doorlatende lagenkaart. En de rest van de vlakken staan op de potentieel slecht doorlatende lagenkaart. En het doel hier is dus om te kijken of vlakken hiervan bevestigd kunnen worden met Sentinel-1. Of dat er nieuwe vlakken naar voren komen. Ik zie een vraag in de chat. Lokaliseer je met satellietwaarneming ook ploegzolen? Zo ja, dan is die slecht doorlatende laag maar zeer tijdelijk. We hebben niet specifiek naar ploegzolen gekeken, maar ja, als daardoor water op het land blijft staan, dan zal dat inderdaad ook naar voren komen. Dat is wel een goed punt om rekening mee te houden. Ik heb jij daar nog iets over te zeggen, Klaas-Willem, over ploegzolen? Ja, in principe als je een verdichte laag hebt, kan er water blijven staan. Dus dan zouden we die kunnen zien op de Sentinel-beelden. Maar zo gedetailleerd is de methode op dit moment nog niet. Denk ik. Tenminste, dat is mijn verwachting. Ja. Oké. Deze afbeelding geeft het water weer zoals dat naar voren komt op een Sentinel-1 beeld. In dit geval 5 oktober 2021. En allerlei kleine meertjes in dit gebied komen duidelijk naar voren. Die worden aangeduid met die blauwe vlakjes. En dit is voor een andere datum waarop je eigenlijk hetzelfde ziet. Inundaties op landbouwpercelen komen alleen niet zo duidelijk naar voren. Je ziet hier wel allerlei pixels die worden aangeduid als water. Maar we zijn hier nog wat verder ingedoken. En hieronder is het type landbouwperceel geplot. Dus in roze, paarsachtig is bouwland en groenachtig is grasland. En wat hieruit blijkt is dat die pixels die worden aangeduid als water, dat die eigenlijk alleen maar voorkomen op graslandpercelen. En het leek ons onwaarschijnlijk dat er alleen maar plassen op maaiveld zouden optreden op die graslandpercelen. Wij achten het eigenlijk waarschijnlijker dat de metingen die Sentinel-1 doet over die graslandpercelen qua waardes richting water gaan, waardoor ze hier naar voren komen. En dat betekent dus eigenlijk dat die grenswaardes die hier zijn toegepast niet optimaal zijn. Je ziet ook dat die pixels die hier naar voren komen vooral zitten in die onderste categorieën. Dus die wat minder strenge grenswaardes.
En om dit onderscheid, ja, om eigenlijk dat water hier betrouwbaar in beeld te brengen, zouden gekeken moeten worden naar een meer optimale grenswaarde. En in de conclusies doen we daarvoor ook enkele suggesties. Voor dit testgebied was in ieder geval de conclusie dat we niet, dat de plas op maaiveld niet, ja, dat die eigenlijk niet duidelijk in beeld gebracht konden worden. Het was ook twijfelachtig of er überhaupt wel plassen op maaiveld zijn opgetreden in deze periodes. Ja, Equator heeft hier een kleine bodemkartering gedaan en een keileemdiepte bodemkartering gedaan. En uit veldervaringen is de kans dus groot dat er wel plassen hebben gestaan, alleen wij hebben dus geen validatie daarvan op dat moment. We hebben dit op basis van weergegevens ingeschat. Dus dat is de conclusie van dit gebied. Okay. Nou, het tweede testgebied was op de grens van Noord-Brabant en Limburg rondom de Grote Peel. Ook hier komen de watervlakken weer duidelijk naar voren. Hier en hier en hier. En voor dit gebied, ja, in Limburg hebben we dus ook informatie beschikbaar over inundatie vanuit de helikopterbeelden die in juni 2016 zijn gemaakt. De watervlakken vanuit Sentinel-1 komen hiermee gedeeltelijk overeen. Dit wordt weergegeven met deze groene rondjes. Er zijn echter ook vlakken ingetekend vanuit de helikopterbeelden die niet naar voren komen op de satellietbeelden. Dat zijn bijvoorbeeld deze. En hiervoor zijn twee verklaringen te geven. Ten eerste moeten plassen om gezien te kunnen worden met Sentinel-1 wel behoorlijke afmetingen hebben. In literatuur wordt een oppervlakte van minstens 10 bij 10 meter genoemd. En pixels moeten echt volledig geïnundeerd zijn en niet gedeeltelijk land en gedeeltelijk water. En het is goed mogelijk dat deze wel zijn ingetekend als watervlakken op basis van de helikopterbeelden, waaraan ook nog eens toevoegingen zijn gedaan door gebiedskenners. Dus ja, bepaalde stukken land kunnen best naar voren komen als geïnundeerd op die helikopterbeelden of vanuit ervaringen door gebiedskenners. Maar dat het in werkelijkheid toch nog wel gedeeltelijk land was. En dan komt dat niet goed naar voren op die satellietbeelden. Dat is dus eigenlijk een beperking van de satellietbeelden. Daarnaast zijn er ook vlakken die wel worden ingetekend op de Sentinel-1 beelden, maar niet zijn ingetekend vanuit de helikopterbeelden. Twee voorbeelden daarvan zijn hier. En hiervoor zijn twee verklaringen te geven. Mogelijk is het Sentinel-1 signaal nog wel enigszins gevoelig voor water dat onder gewas staat. Dus bijvoorbeeld onder mais of zo. Terwijl op helikopterbeelden alleen de bovenkant van het gewas te zien zal zijn. En een tweede factor die ook echt wel van belang is in dit gebied, is dat ondergronden zoals asfalt, kunstgras en plastic op bijvoorbeeld aspergievelden eenzelfde signaal geven als water. Dus ook een hele lage meetwaarde door de satelliet. En dat zijn deze twee voorbeelden, in dit geval aardbeien en Japanse haver. Die dus naar voren komen als water, maar wat in werkelijkheid een ondergrond is wat op water lijkt. Dit kan wel vrij eenvoudig worden opgenomen in een geautomatiseerde procedure, denken wij. Door gebruik te maken van een tijdserie van satellietbeelden. Bij inundatievlakken door neerslag zal je namelijk zien dat ineens optreedt na een neerslagbui. Terwijl bij dit soort ondergronden is dat veel stabieler over de tijd heen. En een tweede manier om hiermee rekening te houden is door informatie te gebruiken uit bijvoorbeeld de basisregistratie gewaspercelen. Als je weet dat bepaalde percelen
nou ja, in dit geval aardbeien zijn of aspergevelden, dan kun je daar al rekening mee houden in de procedure. Deze afbeelding geeft de potentieel slechte latende lage kaart in dit gebied. Er waren in dit gebied geen vlakken aanwezig op de echt slechte latende lage kaart. En het doel van deze methode was uiteindelijk om aanvullend slechte latende lagen te lokaliseren vanuit de satellietbeelden aan de linkerkant. Voor de slechte latende lage kaart of de potentieel slechte latende lage kaart aan de rechterkant. Uit deze vergelijking is echter te zien dat binnen de vlakken die voorkomen op de potentieel slechte latende lage kaart niet op grote schaal plassen op maaiveld te zien zijn. Zowel niet vanuit de Sentinel-1 beelden als niet vanuit de helikopterbeelden. En op basis hiervan zouden we deze potentieel slechte latende lagen dus niet echt kunnen bevestigen als zijnde echt slechte latende lagen. Daarvoor zouden we dan op grotere schaal inundatie verwachten. Maar we denken ook dat dit in het algemeen wel lastig kan zijn. Omdat juist in de gebieden met slechte latende lagen, waar vaak water in principe op maaiveld zou kunnen komen te staan, er in de loop der tijd ook afwateringsmiddelen zullen zijn ingericht, waardoor dat water dus niet meer op maaiveld blijft staan. En daarnaast kan er ook nog sprake zijn van een hellend maaiveld, waardoor het water makkelijker afstroomt. En deze twee factoren zullen, denken wij, meespelen in het feit dat er niet op grote schaal plassen op maaiveld te zien zijn hier. Maar dat is dus ook wel een beperking van deze methode om via plassen op maaiveld slechte latende lagen in beeld te brengen. Dan de conclusies. Uit de verkenning is gebleken dat vlakken van water duidelijk in beeld te brengen zijn. Zoals bijvoorbeeld de kleine meertjes die we zagen in Drenthe. Grotere vlakken van water op maaiveld, wat echt water is, zullen ook goed in beeld te brengen zijn. Een factor die dit moeilijker maakt, zijn stukken land die qua signaal lijken op dat van water. Maar we denken dat dit wel goed is mee te nemen in een geautomatiseerd algoritme. Kleinere plassen op maaiveld of niet aan één gesloten vlakken van water zijn moeilijker om duidelijk in beeld te brengen. En hier zit dan ook meer onzekerheid in. In het algemeen geeft de methode een aanzet voor het lokaliseren van slechte latende lagen vanuit satellietinformatie. We concluderen dat om de link te maken met slechte latende lagen er sowieso aanvullende gebiedskennis nodig is. Om betrouwbaar de relaties te leggen tussen de plassen op het maaiveld. Met de onzekerheid die daarin zit. En met de slechte latende lagen. En uitdagingen zijn ook het onderscheiden van storende lagen. Van matige oppervlakkige afwatering. Hoge grondwaterstanden en inundatie vanuit oppervlaktewater. Wat dus ook naar voren komt als water op maaiveld, maar wat dan niet komt door een slechte latende laag. In de handleiding worden tenslotte ook een aantal verbeterpunten aan de methode voorgesteld. Deze verbeterpunten hebben betrekking op het bepalen van een meer optimale grenswaarde voor het wel of geen water. En op het onderscheiden van tijdelijk water van oppervlaktes die eenzelfde soort signaal geven, zoals de aspergevelden. Oké, neem jij hem weer over, Klaas-Willem? Jij bent nog mute. Ja, dankjewel, Armian. Ik zag nog een aantal vragen langskomen. Dat is al direct al de feedback in de chat. Bijvoorbeeld, dit is los van de Elbe-stroomgebied en zeer goed ontwatergebied. Dus deze analyse lijkt mij correct. Jeanette Hof. Ik weet niet. Ja. Wil je die vraag nog even verder toelichten?
Nou, dit gaat over het gebied van Zwichelte. Jullie hebben een gebied gekozen in Drenthe waar het Oranjekanaal, wat daar dwars doorheen stroomt, heel laag staat ten opzichte van het maaiveld. Dus dat gebied is gewoon goed ontwaterd. En in de tweede opmerking die ik net heb geplaatst, daar is op dit moment ook de bollenteelt heel erg actief. Dus daar wordt drainage in sleuven in de keileem aangelegd. Dus daar worden sleuven in de keileem gegraven, rivierzand ingestort en daar leggen ze de buizen in. Dus ja, dat je daar geen plassen meer ziet, is heel logisch. Dat gebied is behoorlijk fors ontwaterd geraakt de afgelopen jaren. Omdat de bollenteelt daar erg toeneemt. Dus in dat opzicht kan ik mij vinden in de analyse dat dit waarschijnlijk geen plassen zijn geweest. Ja. Ja, maar dit is wel een goede toevoeging die wij kunnen toevoegen aan de beschrijving van de resultaten in de handleiding ook. Een soort duiding van de resultaten. Dus dat is bedankt daarvoor. Graag gedaan. Gebiedskennis. Ja, ja heel belangrijk. Heel belangrijk. En dan was er nog een vraag van Ron Stroet. Is er een relatie gelegd met neerslag en grondwaterstanden voor op en op die data? Ja, neerslagpieken hebben we dus wel naar gekeken. En grondwaterstanden hebben we meer de periode gekozen dat het waarschijnlijk is dat de grondwaterstanden laag zijn. Maar niet bepaalde GT-klassen hebben we rekening mee gehouden. Dat, ja. Zodoende. En hier nog een vraag van Bas Tombe. Zou je kunnen aangeven in welke mate de bodem zichtbaar moet zijn? Ja, dat is een goede vraag. Nou, daar hebben we nog in ieder geval nog niet naar gekeken. Ja, dat vind ik ook lastig om nu te beantwoorden. We kunnen wel, ik kan nog wel proberen om de resultaten ik zal de resultaten nog wat bekijken. In ieder geval voor dat gebied in Noord-Brabant en Limburg dan. En kijken of we daar iets over kunnen zeggen. Iets van een, of daar op basis van deze resultaten al iets over valt te zeggen. Ik denk ook dat het zeker voor als je een verfijning toepast van deze methode en een verbeterslag nog weer over deze methode had, dat je naar dit soort dingen zeker moet kijken, ja. Ja, ja dus het is sowieso een aandachtspunt. Ja. Ja. Dan is er nog een vraag, Suzanne Dinnissen. De slechte naden lagenkaart betreft dit alleen slechte naden lagen in de onverzadigde zone? Of tot hoe diep hebben jullie gekeken? Over het algemeen hebben we de norm aangehouden tot en met 1,20 meter onder maaiveld. Oké. De volgende vraag van Hans van Leeuwen. Als radarexpert een aantal gegeven problemen hierin. Pas heeft een lage backscatter. Armian, misschien kun jij deze vraag beter beantwoorden dan ik. Ja, ik ben bezig te lezen. Toelichten mag ook als je de microfoon even aanzet. Ja, ik zal het even toelichten. Nee, ik weet vanuit veel onderzoeken en ook internationaal dat bepaalde gewassen zoals gras, maar je noemde net ook al asperges en eigenlijk vegetatie met heel weinig ruwheid. En ruwheid bedoel ik mee van dat het voor de radar, als het groter dan zo'n 3-4 centimeter is, dan wordt het als ruw gezien. Dus dat kunnen objecten zijn van bijvoorbeeld grote planten zoals suikerbieten of mais, dat wordt als groot gezien. Maar gras of heel fijne gewassen zoals zilveruitjes of aardbeien of wat dan ook, dat wordt gezien als een heel glad oppervlak. Dus dat heeft een vergelijkbare backscatter als water. Ook een fijn zijbed. Dus als er bijvoorbeeld een kale grond is en je hebt daar heel fijn, door eggen een heel fijn zijbed. Dat is ook voor die zilveruitjes bijvoorbeeld van belang, maar ook andere gewassen. Dan zal dat ook gezien worden als een glad oppervlak en dan lijkt het ook op water. Ja, dat is dus eigenlijk wat we ook zagen met die aardbeien bijvoorbeeld waarschijnlijk. Precies, ja. En wat ook belangrijk is dat van water, als daar wind overheen gaat, dan wordt dat oppervlak ruw. Mm-hmm.
Dus dan ziet die radar dat niet als water, maar dan ziet hij dat als bijvoorbeeld, lijkt het meer op een gewas wat veel in biomassa is. En dan zie je dat ook niet als water. Dus dat is ook een verstoring. Ja, en dat een is ander, wel. Ja. Ja, een ander verhaal is, en dan stop ik, is dat de polarisatie van invloed heeft. Dus als je bijvoorbeeld met de Sentinels naar VV-beelden hebt gekeken, dan geeft dat een andere backscatter dan als een HH. Het hangt af van de oriëntatie van het object waarnaar je kijkt. Dus als je naar verticale gewassen kijkt, zoals gras of ook mais, dan kan het zijn dat die in het gewas kijkt. En dan zal die eerder de onderliggende natheid zien. Dan is dat, gaat dat beter als bij horizontale polarisatie. Dan kijkt hij eigenlijk tegen het gewas, de dwarsdoorsnede van het gewas. En dan ziet hij de ondergrond minder goed. Dus dan krijg je ook misclassificatie. Ja, volgens mij is de boodschap dat er allerlei complicerende factoren zijn. Ja. En dat water nog niet zo makkelijk naar voren komt. Nee. Maar je kan inderdaad conditioneren aan de voorkant. Dat werd net gesuggereerd. Bijvoorbeeld, wil je kaal of niet kaal zien? Ja. Dan is het handig om bijvoorbeeld met een vegetatieindex te kijken of wat de bodembedekking is. Hè? Dus met optische beelden kan je dan zien of het een kaal veld is of een niet kaal veld. Ja. Dus dat, en dan kan je dus dat als masker gebruiken om die radarbeelden weer gericht te bekijken. En verder kan je dus ook zeg maar, juist verschillende radarbeelden gebruiken, die dus zeg maar vanuit verschillende hoeken kijkt. Dus als je ascending en descending hebt, dus dat is eentje die van de Noordpool naar de Zuidpool gaat en eentje van de Zuidpool naar de Noordpool, dan kijkt die precies 180 graden of iets minder, maar in ieder geval bijna vanaf de andere kant tegen hetzelfde object aan. En dan kan het zijn dat hij in de ene keer juist wel dat water ziet en in die andere niet. Dus je kan dus ook door combineren van radarbeelden kan je juist ook die misclassificatie verkleinen. Ja. Ik denk dat sowieso dat het eigenlijk goed zou zijn om een serie van beelden te bekijken. Daarmee kan je ook al rekening houden eigenlijk met die landoppervlaktes die eenzelfde soort signaal geven als water, maar dat wel ook dat over een veel langere tijd zullen doen. Want bijvoorbeeld aardbeien, ja, dat geeft datzelfde signaal over een veel langere tijd dan als er ineens water is. En we zouden nog gebruik kunnen maken van extra informatie over bijvoorbeeld over neerslag. Als er een grote neerslagbui is geweest, dan verwacht je dat er op sommige plekken plassen op maaiveld ontstaan. Ja, dan zou je de grondradar, dus de IRC-radar, kunnen gebruiken. Dat is data die landelijk beschikbaar is bij de WWB, bij het waterschapshuis. Ja. Dus vanuit het zatwaterprogramma ben ik dus voor waterschappen, vanuit de STOA ben ik dus dit soort informatie naar de markt aan het brengen, dus naar de gebruikers aan het brengen. En WWB is een van de datasets die operationeel dagelijks beschikbaar zijn. En dan kan je daar inderdaad ook weer mee maskeren van waar heeft het veel geregend en waar weinig. En dat kan je ook cumulatief in de tijd zien. Dus dan, dan kan je dus ook zien van En dus ook van als het niet veel geregend heeft en bepaalde gebieden komen naar voren als met een signaal als dat van water, dan kun je verwachten dat dus niet een plas op maaiveld of inundatie is door hevige neerslag. Klopt, ja. Er zijn ook nog andere datasets die nu komen voor de waterschappen operationeel. Dat is zeg maar de bodemvochtdata. Dus er komt een operationeel landelijk bodemvocht informatiesysteem. En dat wordt elke dag komt dat beschikbaar. En dat geeft ook aan van hoe nat die bodem is. En of die natter wordt. En of hoe lang die hoe nat is. Dus dat geeft ook extra informatie als voorinformatie van hey, op die plek is die bodem bijvoorbeeld al 2 weken heel nat. En we hebben ook een product dat heet Oasis. Dat geeft de vullingsgraad van de bodem aan. Dat zegt van hoe lang op een bepaalde diepte er vocht zit in de verzadigde zone. Dus dat geeft het deel van onverzadigd, verzadigd aan. En als je weet dat er bij een bepaalde regenbui dus heel veel millimeter is gevallen, dan is de kans bij zeg maar een verzadigde bodem groter op inundatie dan bij een wat minder verzadigde bodem. Dus dat soort voorinformatie kun je ook operationeel gebruiken. Ja, dat klopt. En daarbuiten kan een slechte latende laag ook voor een hoger bodemvochtgehalte zorgen, denk ik, zonder dat het al hoeft te zorgen voor een plas op maaiveld. Alleen op welke ruimtelijke resolutie is die bodemvochtinformatie beschikbaar? Of komt dat beschikbaar? Dat is landelijk op 100 meter. Dus dat is zeg maar voor pijlgebieden prima. En voor velden is het eigenlijk net een beetje te grof.
Ja. Maar als je het combineert met de perceelsbestanden van de meitellingen, zeg maar, vanuit de landbouw, dan heb je wel een aantal, behoorlijk aantal pixels in je pijlgebied, die dus statistisch kunnen aangeven, nou, dat het gebied zit redelijk vol of het zit redelijk, is redelijk droog, zeg maar. Ja, water beschikbaar. Dankjewel voor deze aanvulling. Ja. Graag gedaan. Dan zie ik nog een vraag van Rob. Als een agrarische ondernemer last heeft van storende lagen, is er veelal drainage aangelegd. Ja, dat klopt. Dat hebben we ook meegenomen in de rapportage, dat vaak op plekken gebeurt. Dus waar storende lagen aanwezig zijn, waar last is van wateroverlast, is vaak het watersysteem ook aangepast daarop. Dat is inderdaad best wel een beperking van deze methode. En dan is er nog een vraag van Jeanette Hof. Is er nog een idee om te kijken naar natte habitat en beheertypen in natuurgebieden, bijvoorbeeld natte heide of moeras? En hiermee een poging te doen om de uitspraken over vegetatiedichtheid en zichtbaarheid van de bodem te bekijken. Dat is inderdaad, als daar een zekerheid is van een natte habitat, het is dan vaak wel grondwater natuurlijk, maar in ieder geval voor validatie van de methode kan dat misschien een bijdrage leveren. Nou, je ziet al dat je ziet de vennen, zie je heel duidelijk op jullie kaarten naar voren komen. Die geeft je ook heel duidelijk aan. Maar daaromheen liggen vaak die natte vegetaties die ook op een slecht doorlatende laag vaak liggen. Dus misschien zou je met dat soort kaarten nog een beetje meer kunnen eiken, omdat je weet dat die plekken nat zijn. Ja. Sterker nog, ik zag ook wel in die plas op mij vanuit satellietbeelden naar voren komen dat die vennen gaf hij dan aan. Maar daaromheen werd het gebied nog wel wat groter. Dus waarschijnlijk stond daar ook gewoon water in die periodes. Ja, en daar zitten dus die natte vegetaties. Dus als je nog eens gaat kijken van, je kunt voor bijvoorbeeld het gebied van Zwichelten bij ons de vennenkaart wel waarschijnlijk downloaden en de habitattype kaart. En je pakt daar de hele natte vegetaties van. Kijk eens even of je die kunt matchen met die vlekken die je in de natuurgebieden op de kaart ziet. Daar kun je misschien nog eens een klein beetje mee eiken, waardoor je misschien er nog wat meer uit kunt halen. Ja, ja, dat is nog een goede aanvulling. Ja. In de chat zijn de vragen op. Zijn er nog meer mensen die feedback hebben of een aanvulling hebben of iets dergelijks? Dan gaan we door naar de volgende slide. Ja, het vervolg. We willen een aantal van deze feedbackpunten willen we verwerken in de rapportage, in de handleiding. En uiteindelijk publiceren we deze kaarten en de methode en handleiding via het NAI dataportaal. Dus, en dan zie ik nog weer een vraag binnenkomen. Even kijken. Is er net als voor het opstellen van een landgebruikskaart ook een notebook beschikbaar om tot dezelfde kaart te komen? In principe niet. Nee, in principe is het nu een aangeleverde shapefile en de bronnen zijn beschreven in de handleiding. En we hebben niet een script geschreven om hem automatisch te genereren. Nee. Voor de rest nog vragen? Nee? Oké. Okay. Dan wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het bijwonen van deze webinar. En bedankt. En tot ziens. Dank voor jullie aanwezigheid. Oh, hebben we een vraag van André? Oh. Drukte wel verkeerd. Oké. bedankt. Ja, graag gedaan.